De 7e editie van de Curaçao Infomaart wordt virtueel gehouden vanwege de COVID-19-pandemie. Jill Joy Landburg is executive director van Creative Communications and Marketing NV, zegt dat een ieder zich kosteloos kan registreren voor deelname aan deze Infomaart. Haar bedrijf doet de PR voor de Curaçao Tourism Board in Suriname. De Infomaart wordt dit jaar gehouden op 16, 17 en 18 oktober. Elk jaar nemen reisagenten en hotels van Curaçao en Suriname deel aan deze beurs om informatie over tours en evenementen te verstrekken. Met de virtuele Infomaart wil de organisatie zoveel mogelijk mensen bereiken. Onze targetgroep is wel, we willen minimaal 2000 man hebben op de Infomaart. Dus we hopen wel dat het viral gaat. En we starten elke dag om 12 uur 's middags. Surinaamse tijd. En we stoppen om 10 uur 's avonds Surinaamse tijd. Dat geeft in ieder de mogelijkheid om anytime binnen te wandelen. En anytime te kijken. En als er informatie is die zij interessant vinden. Hoe kunnen ze inloggen? Via welke website? Via welke link? Ze moeten inloggen via www.curaçao.com/infomaart. Ik ga die link wel aangeven. En daar kan je dus gewoon registreren, wat heel makkelijk is. Je moet je naam, voornaam, e-mailadres en een wachtwoord toevoegen. En als je dat hebt gedaan, dan ga je verder. Dan heb je de optie om bedrijfsgegevens in te voeren, wat niet hoeft. Maar wat wel belangrijk is en wat wel moet, is je land invullen en je district. Nou, zij noemen het regio, maar het is dus het district. Landburg zegt dat een ieder die inlogt op de Infomaart een gratis overnachting op Curaçao krijgt. Voor deze actie gelden er wel enkele voorwaarden. Je moet wel minimaal 4 nachten blijven in een van de aangegeven hotels of een van de participerende hotels. Daarnaast zijn er ook blackout dates. Natuurlijk zijn er blackout dates, want tijdens hoogseizoen is het voor de hoteliers is het dan high season en ze kunnen dan geen andere mensen accommoderen. Dus zoals grote vakantie, je kerstperiode, paasvakanties, die periodes zijn dan blackout dates. Dus 4 nachten, als je 4 nachten blijft, minimaal 4 nachten blijft, dan krijg je die ene gratis. Jill Joy Landburg, executive director van Creative Communications and Marketing NV. We spraken haar over de Curaçao Infomaart die dit jaar virtueel wordt gehouden van 16 tot 18 oktober.